Ruim de helft van het drinkwater in Drenthe is verontreinigd met een landbouwgif. Dat is gebleken na een landelijk onderzoek. De verontreiniging is aangetroffen in 3 waterwingebieden in Drenthe. Deze bron hier in Gasselte is om die reden al afgesloten. Het is voor het eerst dat in Nederland op een diepte van meer dan 50 meter bestanddelen van een landbouwgif zijn aangetroffen. Het gif is sinds vorig jaar verboden en werd gebruikt in de aardappelteelt. De concentratie van het gif is niet verontrustend voor de volksgezondheid. Maar het water zal wel met deze speciale apparatuur moeten worden gezuiverd. In eerste instantie zal de waterleidingmaatschappij dat uiteraard financieren. Maar de rekening komt uiteindelijk bij de afnemers terecht. Ja. Om hoeveel geld gaat het? Nou, dan moet u me niet op een orde van grootte te zeer binden. Ik denk dat het al gauw in de orde van een 4 à 5 cent per kubieke meter zal gaan liggen. En dat komt voor een normaal huishouden neer op iets van 6 gulden per jaar. De bewoners van de nieuwbouwwijk Links in Tegelen zijn snel geëvacueerd uit vrees voor een ontploffing. In de wijk is een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Om ongeveer 1 uur kregen de 250 bewoners te horen dat ze onmiddellijk moesten vertrekken. Oorspronkelijk zou de bom, die ligt in een kaal stuk bouwgrond, komende woensdag onschadelijk worden gemaakt. Maar de explosieve opruimingsdienst ontdekte dat hij door het grondwater is verschoven. Hierdoor bestaat de kans dat hij ontploft. Voorlopig wordt nu 36 uur gewacht voordat er wordt geprobeerd de Engelse bom onschadelijk te maken. Bewoners zullen, is de verwachting, niet eerder dan zondag terug naar huis kunnen. De meesten zitten bij familie. Hun huizen worden, totdat de bom onschadelijk is gemaakt, bewaakt door de ME die de hele wijk heeft afgezet. Het nieuwsoverzicht. De topambtenaar van Economische Zaken, professor Rutten, zegt dat de economie in Nederland sneller groeit dan algemeen werd gedacht. Door de loonmatiging heeft ons land ook een sterkere concurrentiepositie, zei hij in Den Bosch. Het algemeen economisch klimaat is voor de ondernemingen weer groeizaam geworden. De winsten, de investeringen en de werkgelegenheid zullen naar mijn verwachting relatief sterk blijven stijgen. De commissie Financiën van de Tweede Kamer wil een meer uitgebreid onderzoek naar de handelwijze van staatssecretaris Koning van Financiën. Onderzocht is de beschuldiging dat Koning persoonlijk belastingbetalers een voordeel heeft bezorgd. De commissie wil meer dossiers onderzoeken en de staatssecretaris volgende week opnieuw spreken. Het ontdekte gebruik van groeihormonen bij kalveren is voor staatssecretaris Ploeg van Landbouw reden de richtlijnen te verscherpen voor het keuren van vlees in slachthuizen. Een kamermeerderheid wil meer inspecteurs die al bij de boer kunnen controleren of er groeihormonen worden gebruikt. De Vereniging van Kalfsvleesproducenten wil die controle in een nog vroeger stadium bij de farmaceutische industrie. Er komt een zwarte lijst van voetbalvandalen. Justitie zal namelijk de namen doorgeven aan de KNVB van veroordeelde relschoppers. Zo kan de KNVB de vandalen buiten de stadions houden. Minister Korthals-Altes zei dit in een vergadering van een kamercommissie. Dan een afweging maken tussen preventief optreden en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van diegenen die zich eenmaal aan bepaalde feiten hebben schuldig gemaakt. Die afweging heeft mij tot de conclusie gebracht dat ik in beginsel bereid ben die informatie wel te verschaffen aan de KNVB met de mogelijkheid voor de KNVB om dan tegen deze mensen op te treden. Het is onbillijk degene die het slechte weer verkondigt er ook verantwoordelijk voor te houden. Harry Otter bijvoorbeeld kan er ook niets aan doen. Gelukkig niet. En bovendien moet ik u aankondigen dat echt zomersweer er voorlopig nog niet in zit. Zelfs een temperatuur van 20 graden halen we voorlopig niet. We kunnen wel naar lichtpuntjes zoeken. Zo'n lichtpuntje dat was vandaag Zeeland. Daar heeft de hele middag en in de vooravond de zon geschenen, terwijl de rest van het land vrijwel de hele dag in de bewolking zat. Die bewolking die was vooral in het oosten nog vrij dik, wit hier op de foto. En er is ook nog wat regen uitgevallen. Op de weerkaart nog steeds een actieve depressie bij Denemarken. Die verandert maar heel weinig van plaats en die zorgt samen met dit hoge drukgebied voor een koele noordwestelijke luchtstroming, aanvoer van die koele natte lucht. We moeten helemaal tot diep in Frankrijk gaan om 20 graden te vinden.
20 graden en zelfs iets meer vinden we trouwens op dit moment ook in het noorden van Finland. Toch het echte zomerweer, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, in het Middellandse zeegebied. In Italië bijvoorbeeld, Zuid-Italië, Sicilië vrijwel onbewolkt en ook Malta is duidelijk te herkennen. Temperatuur daar ongeveer 25 graden. Westelijker in het Middellandse zeegebied, Spanje, daar zit wat meer bewolking, bijvoorbeeld hier bij Mallorca. Toch over het algemeen veel zon, een temperatuur in het binnenland iets boven de 30 graden. Terug naar de koele realiteit van het Nederlandse weer. We houden dan nog steeds in Nederland die noordwestenwind, die aan de kust eerst nog af en toe krachtig is, windkracht 6, maar morgen in de loop van de dag geleidelijk wat gaat afnemen. Die wind die voert wolkenvelden van de Noordzee aan, daar kan nog een buitje uitvallen. Ik dacht geen grote regenhoeveelheden meer en opnieuw de beste kans op zon voor de zuidwesthoek van het land. Temperatuur nog steeds veel te laag, 13 tot 15 graden. Hetzelfde weerbeeld ook voor het weekeinde. Geen echte temperatuurstijging, het blijft te koud en alle zon die we krijgen, die is meegenomen. Einde van dit journaal. Goedenavond.